Ja, welkom bij de eerste vlog van 2024. Het is eindelijk winters, zonnig weer. Meteen wel heel koud. Maar we gaan ook dit jaar weer wekelijks aan jullie laten zien wat we hier allemaal doen op de boerderij. We beginnen deze keer met wat filmpjes van afgelopen zaterdag. Waarbij ze met de jeugd een leuke activiteit aan het doen zijn. En daarna zie je hoe wij hier bezig zijn in de kou. Met alle bevroren waterbakken enzovoort. Hallo. Het is vandaag zaterdagmiddag en we zijn allemaal leuke activiteiten aan het doen met onze deelnemers. De meiden en de jongens die dat leuk vinden hebben vandaag lekker een relaxmiddag met nagels en gezichtsmaskertjes. En voor de andere groepjes mogen ze apparaten slopen, zoals oude computers en mixers en telefoons. Dus we gaan even kijken hoe het daar is. Hier hebben de meiden een meidenmiddag. Ja. Wat zijn jullie aan het doen, Anna? Onze nagels gaan we mooi doen. Oh. En wat is dit hier wat allemaal op tafel ligt? Hebben jullie die al opgehad? Hele zachte huid nu? Jij ook eens mee? Leuk. Dus, wat is er nou gebeurd? Oh, en wat is dit dan? Want ik herken het helemaal niet meer. Een mixer. Oh. Het was een mixer. Ah, en hiermee ging die misschien wel ronddraaien. Ja. God. Kijk hier. Zo kon die draaien, hè? Vind je het leuk? Ja. Mooi. Knap hoor. Er wordt hier ook een telefoon uit elkaar gehaald. Dat is echt priegelwerk. Mijn toetsenbord gaat slopen. Daar kan ik niet meer op typen, Giovanni. Wil je laten zien, Ruben? Gadverdamme, dit is een spul. Ja, daar maken wij dan eten mee. Nee hoor, deze was niet uit het theehuis. Wat gebeurt hier? Dingen slopen, nou. De staafmixer deed het niet. Oh, jullie zijn ermee van het repareren, zie ik. Hier wordt ook vakkundig gemaakt. Vakkundig gesloten. Oh. Dus recyclen. Door recyclen. Ah. Wat zit hier ook in? Wat is het? Waarom is die staafmixer zwart van binnen? Zo, iedereen warm aangekleed. En dan gaan we de taken verdelen. Deze kalfjes willen graag melk. Daarachter zien we Robert en Sebastian. Hey, wat gaan jullie doen? Opstrooien. Opstrooien. Ja. Heb je wel warm aangekleed? Zeker. Ja? Goed zo. Nika is daar de kalfjes aan het voeren. En we hebben heel veel extra werk, want alles is overal bevroren. Ook de leidingen en de waterbakken. Gaat-ie goed? Jazeker. Ja? Mooi man. Daar komt schoon stro aan. Brownie heeft geluk vandaag. We hadden wat soep over. Lekker slurpen. We zijn ook alweer druk met de zuivel. En hier achterin hoor je de staalkachel. Want de leiding hier is bevroren. En ook de kalventaxi bevriest anders helemaal. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is weer een frisse dag vandaag. Nou, echt hè? En ik heb hier een vrachtwagen met hooi gehaald. Voor de geiten. Voor de geiten? En voor de schapen. En voor de schapen. Een beetje voor de schapen. Dat zijn de schaapjes. Geitjes. Wat zijn jullie hier voor leuks aan het maken? Oké, vertel. Kijk je? Ja, stel maar eens even. Je weet dat mevrouw altijd naast zit te kijken.
vlogs, hè? Hij kan het heel goed. Tip voor thuis. Ja, ja. Voor de konijnen, toch? Ja, en de kippetjes. En de kippetjes. Ja. En vogeltjes. Kavia's. Ja. Ja. Lekker om te knabbelen. Ja, dan ben jij de jut. Ja, ja. Kijk nou, wat een oogst. Roelof heeft de spruitenkar. Nou, naar de kippen. Ze vinden het een beetje spannend. Zo, nou, hier hangt er nog eentje. Hebben ze mooi wat vermaak. Nou heren, mooi gedaan. Kijk wat de konijnen ervan vinden. Worteltjes en spruitjes. Nou, hang hem maar neer of leg hem maar neer. Kijk, laat hem maar neer. Oeh, lekker. Volgens mij is het goed gekeurd, Roelof. Ja, doe maar. Ze vinden het wel lekker, dacht ik. Hebben jullie toch een geluk met die ouderen? Kijk, kunnen de vogeltjes er mooi bij. Welkom vogeltjes. Super. Nadia, wat doe je? Maken. Nou, echt. Au, ik heb mijn vinger. Zit erin dan? Nee, koekje. Koekje is voor de bodem. Lekker bezig. Nou, eens even kijken hoe ver ze nu zijn. Wat doe je, Nadia? Het is een melige middag. Taarten maken. Is de vorige gelukt trouwens? Ja? Bodem helemaal goed gegaan? Met het kapot slaan? Ja. Mooi. En welke maken jullie nu? Monsjoetaart. Oh, lekker. Dit is de warming-up van de wandelgroep. Het is ijs en ijskoud. Min 5. Zo jongens. Jullie hebben al bijna schaatsbewegingen. We zijn in Giethoorn, dus we gaan ook even kijken of we... Kijk, we hebben al schaatsers gespot. Dus even kijken of we dat kunnen zien hier. Oeh, helemaal achterop zijn ze daar. Oh, dat zie je niet goed. Nou! Jij kan wel instructeur worden. Sportinstructeur. Instructeur? Ja, we gaan aan de wandel. Ga je mee? Kom jongens, met ferme pas. Worden we weer lekker warm. Heel veel ijs. Brrr. Nou, de sfeer ziet er in ieder geval goed in. Wat zit er dan, Emil? Het is gelukt, Nicky. Je zit op het ijs. Kijk dan. Mooi, hè? Ja. Prachtig. Ja, nu sluiten wij de vlog af. Tot volgende week. Doei!